Vandaag horen we het verhaal achter dit schilderij en is Carita helemaal wild van dit kinderfornuisje. En terwijl horde mensen proberen de boerderij binnen te komen, kan Margreet ons nog mooi even vertellen waar we eigenlijk precies zijn. We zijn in Green Village en waar ik nu loop, heeft u misschien vroeger gevoetbald. Want dit waren vroeger de voetbalterreinen van JSV. Ach, goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben zo nieuwsgierig wat u heeft meegenomen vandaag. Ik heb een schilderij meegenomen en nog een schilderijtje. En een Delftsblauwe schaal. Zo'n pakken? Mag ik kijken? Jawel. Het was een kleine sneak preview, hè? Ja, als je hem nou gelijk schat. Ja. Dat is er niet één waarvan de bammetjes gegeten worden, hè? Nou, ik zou dit vertellen. Hij ging in de gang. Want die is blauw-wit en de kleinkinderen die voetballen in de gang. Oh. Vanaf de trap, zo, hup. Oh, dus maar eigenlijk bent u daar helemaal niet heel zuinig mee? Ik ben nooit zuinig op dingen. Nee? Oh. En heb ik hier nog iets? Ja, deze niet, van die zal me niks waard zijn. En dan... Die herken ik zelfs nog een beetje van mijn ouders thuis. Dus als dat geld waard is, wil ik het graag weten. Oh ja. En gebruikt u deze nog? Nou, één keer heb ik hem op tafel gehad. Dus stond hij zo afschuwelijk bij mijn meubels. En ik heb daar nog, wat heb ik ook nog? Oh, daar een schilderij. Oh ja. Andersom hoort hij volgens mij. Ja, volgens mij ook. Ja, maar dat geeft niks. Het is een schip. Ja. Wij hebben iets meegenomen. Een hele oude tekst uit een klooster. En het schijnt al 450 jaar oud te zijn. Nee. Dus we zijn benieuwd wat er over te vertellen is. Hoe komt u daaraan? Dus zij heeft het gekregen van iemand. Al een hele tijd geleden ook. En ze is al een keer mee naar het archief geweest om te vragen. En zeiden ze, nou ja, die schat het al op 450 jaar oud. Ja. Maar weet u moet het van mij niet aannemen, maar ik zou dan zeggen, wat ziet het er nog goed uit? Ja, ik heb er ook geen verstand van, maar het schijnt dat specialisten aan de lettertypes zeg maar, kunnen zien uit welke periode het is. En misschien ook zelfs uit welk klooster het komt. Jeetje, oh, dat is heel leuk. Dat is een mooi verhaal. Ja, dus we zijn gewoon benieuwd of er wat over te vertellen is. Nou, ik heb hier voor me staan een ontzettend grappig beeldje, vind ik zelf eigenlijk. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb het nooit gezien. Het is u ziet het wel, het is een fontein met een dame ernaast. En er liggen wat gebroken kannen en nog een kan staat hier, die moet gevuld worden met water. En de grap is namelijk, als je hem dus hier aan de achterkant opdraait, er zit namelijk een mechaniek in. U ziet hier dat sleutelgat, daar hoor je hem dus eigenlijk op te draaien. En dan gaat dit... Ik kan het niet laten zien, want het werkt momenteel even niet. Dan gaat dit draaien en dan is het net alsof er dus echt een waterstraal uitkomt. Dus het is een ontzettend leuk, heel handig en mooi uitgedacht bronzen beeldje. Het beeldje stamt uit Frankrijk. Het komt uit Frankrijk. Het is gemaakt zo rond 1840, 1850, denk ik. Zoals ik al gezegd heb, ik heb het nooit eerder gezien. Het is ontzettend leuk. Het zou eigenlijk weer moeten werken. Dan krijgt hij zijn hele oude functie weer terug. Het grijpt een beetje terug op de empireperiode. De vroege 19e eeuw door deze versiering die hier zit. Toch is die iets later, midden 19e eeuw. En de waarde is denk ik, ja, het is moeilijk te schatten. Je hebt weinig vergelijk, maar een 500 tot 800 euro doet hij wel. Santafreeltje zie je niet vaak meer. Nee. Nee, maar dat was ook de juiste reden waarom ze naar dit soort plekken gingen. Naar Laren. En dit is dan een schilderijtje wat in Katwijk is gemaakt. Deze heb ik eruit gepikt omdat het inderdaad Katwijk aan Zee is. En ik heb een band met Katwijk aan Zee. Maar ook omdat het de vrouw is van een grote kunstenaar die daar gewerkt heeft. Hendrik Willebord Jansen heeft net ook een expositie gehad. Heel veel schilderijen daarvan. Zijn vrouw schilderde dus ook. Dat wist ik wel, maar ik had nog nooit iets van haar gezien. Ik vond het heel leuk om het een keer te zien. Zij hebben in 1905 in Katwijk gezeten. Hebben daar geschilderd allebei. Deze is gedateerd 1905. Hij is overleden in Zeist. Hij had een grote villa aan de boulevard in Zeist. Dus hij had geld van huis uit. Dus hij verkocht niet zoveel, want hij had het niet nodig. Daardoor is zijn bekendheid niet zo groot. En daar is de waarde. Maar het is een hele kwalitatief goede schilderij. Van Amsterdam, in Italië is hij geweest. Mooie reizen gemaakt. Hij had gewoon geld. Dus ja. Hoe kom jij aan dit schilderij? Ik heb het schilderij geërfd van mijn moeder. Vind je hem mooi? Ik vind het wel bijzonder. Maar ik heb hem thuis zelf niet hangen. Ik vind het eigenlijk wel een enorm hangwaardig schilderij. Dat vind ik ook. Kijk, het is wel voor mensen met een bepaalde smaak. Het moet binnen je smaak vallen, maar kwalitatief is het goed. Hij is in goede staat. Hij is ook lekker nat. Een aquarel moet zo nat mogelijk geschilderd worden. Goed kwalitatief, goed ding. En niet heel veel waard hoor. Het is een 400 euro waard. Maar het is schaars, je ziet het niet veel. Meneer, ik vind deze al zo mooi. Maar ik heb het vermoeden dat er nog veel meer is. Ja, dat klopt.
Het is feitelijk een schetsboek, denk ik. Ik heb het geërfd van mijn vader. En ja, er staan allerlei voorbeelden in van, ja, wat zijn het? Studies. Ja, ja. Zie je? En het is zo natuurgetrouw. En ik weet er helemaal niets van. Maar was uw vader de tekenaar? Nee. Het is... Het is echt minutieus, hè? Ja. Jeetje, kijk, wat een prachtige dame. En of het nou potlood is, of houtskool, of... ik weet het echt niet. Nee. Dus ik zou er graag van willen weten. Wat is het? Ja. En wie is die meneer die hier aan de voorkant staat? Een ene meneer J.W. Julius. Ja. Ik kan er niks van vinden, ook niet op internet. Nee. Het gaat niet om de waarde, maar wie is het? Wat doet het? Ja. En dan of het moet extreem veel waard zijn. Ja. Ziet, we gaan er toch een heel klein beetje op. Ja. Ik heb iets echt leuks. En je zult misschien zeggen, want het is toch maar een gewone blikken doos. Nou, dan heeft u gelijk. Het is een gewone blikken doos. Ik laat hem aan de binnenkant zien. Dan zie je ook dat het netjes gesoldeerd is allemaal. Maar het grappige is, deze blikken doos is afgezet met een zilveren bies. En hij heeft in het midden heeft hij ook een zilveren medaillon met het wapen van Den Haag. Wat is nu het leuke aan deze doos? Blik, dat is eigenlijk een uitvinding uit de begintijd van de stoommachines. En toen kreeg je walsen. En die walsen die konden ijzer zo fijn maken dat je blik kreeg. En dat blik, dat was toen bijzonder. He, want dat had eigenlijk niemand. En je ziet het ook, dat ze hebben deze blikken doos afgebiest met een zilveren rand en een zilveren medaillon. Om aan te geven, maar kijk eens wat leuk, wat bijzonder. Ik heb iets heel moois. Later werd blik natuurlijk gemeengoed. En ik kan me niet voorstellen dat iemand een zilveren lijstje om een blikken bruine bonen conserveblikje doet. Maar dat was toen heel anders. Deze doos is bijzonder. En uit de beginperiode van de blik, en dan praten we toch uit het eerste kwart eigenlijk zo naar de helft toe van de 19e eeuw. Dus 1830, 1840, in die tijd. De waarde van deze doos ligt ongeveer op een 100, 125 euro. Zou mogelijk misschien nog wel ietsje meer waard kunnen zijn, maar ik vind het erg leuk om dat u te laten zien. Nou ben ik de leeftijd van speelgoedkeukentjes voorbij. Maar als ik dit zie, dan krijg ik er weer zin in. Ik geloof het. Ja. Maar je brandt dan wel je vingertjes heel snel. Want denk erom dat het warm is. Ja, meneer, hoe komt u hier aan? We hebben het gekocht op een beurs. Je had eind jaren 90 had je overal nog poppen- en berenbeurzen. Ja. Dat is nou bijna niet meer, want het is allemaal in internet geworden. Ja. En daar stond hij een keer. Ja. En wat vond u er zo aantrekkelijk aan? Nou, mijn vrouw wilde altijd graag een fornuis hebben. Ja. Want ze heeft wat oude poppen en beren. En die zitten er dus nu gezellig omheen te wachten tot het eten klaar is. Ja. Maar volgens mij moeten ze rammelen van de honger. Ja, er is nooit eten gekomen. Nee. En ik sprak mijn dochter net en die zei, ik mocht er niet mee spelen hoor. Nee. Dat is ook niet voor kinderen. Want het wordt, als die branders aan zijn, dan wordt het gloeiend heet. Ja. Ja. Kunnen de branders aan, denk je? Ja, zeker. Ja. Het zit er allemaal nog prachtig in. Nee. Nou, je begrijpt toen ik dit zag. Het is een van de grootste fornuizen die Theodor Merklin heeft gemaakt. Van de treinen. Ja. Merklin is altijd bekend met zijn treinen. Maar heeft heel veel gemaakt. Maar hij is begonnen met wat de Duitsers zegt, oventjes. Wij zeggen fornuis. Deze is heel mooi, prachtig. Ik betwijfel of dit altijd opgezeten heeft. Maar ja, een beetje twijfel moet er zijn over dat soort dingen. Maar het is in ieder geval erg mooi. Alles is intact. Werkelijk uniek. Dit moet toch 110 jaar oud zijn. Ja. Dit is toch te gek voor woorden. Is het compleet, denk je? Missen we? Nee, ik mis helemaal niet. Nee. Overal in de deksels. Prachtig het houten handvat nog van Merklin. Het is... En er zit ook nog een bakblik bij. Ach, kijk nou toch. Wat voor een lekker cakeje. Ja. Ja. Nou denk ik bij Merklin altijd, maar ik heb er geen verstand van. Die treinen die zijn heel erg duur. Hoe kostbaar is dit? Dit fornuis koop je niet onder de 3000 euro. Wist u dat? Dat er zo'n kostbaar stuk in huis had? Nou, wij hebben het natuurlijk toen gekocht voor guldens. Ja. En toen zeiden wij van, nou, dat is best behoorlijk wat geld. Maar als ik nu deze prijs hoor, dan denk ik van, nou, het is in feite een koopje geweest. Ja, mooi. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, toen zag hij er niet zo uit zoals hij er nu uitziet, hoor. Er is behoorlijk aan gepoetst.
We kijken hier naar een aquarel van Hubert van Herkommen. En dat klinkt net zo vreemd als dat het is eigenlijk. Het is een man met een Duitse naam die oorspronkelijk opgeleid is als iemand die houtsnedes maakte. En hij heeft deze aquarel in Engeland gemaakt. Waar we naar kijken zijn eigenlijk Engelse edelen. En dan ziet hij ze geschilderd in de tijd van Hendrik de VIII. En Hendrik de VIII, dat was die griezelige prins die al die vrouwen liet onthoofden. Daar zie je de kleding van. Wat leuk is aan zo'n schilderijtje is dat het bol staat van de symboliek eigenlijk. Want wat je hier ziet is bijvoorbeeld een waaier. En die is van pauwenveren. En die pauwenveren die staan eigenlijk symbolisch voor ijdelheid. We zien hier een hond. Dat doelt op trouw. En dan zien we hier aan de achterkant zien we wat duiven. Dat heeft natuurlijk met de liefde te maken. Aquarel is gemaakt ongeveer rond 1860. En ik zou het waarderen op een 800 tot 1200 euro. Mevrouw, u zei net een beetje bedeesd, ik heb een doosje. Ja. Maar jij kijkt juist heel enthousiast naar dat doosje. Ja, zeker. Ja? Ja, ik heb hem open gehad. Ja. Daar zul je nu even van schrikken. Ja. Maar er zitten zoveel leuke attributen in, dat het echt de moeite waard is. Bovendien, de buitenkant vind ik al heel erg mooi. Het is allemaal eigenlijk met goud ingelegd. Er is wel het een en ander beschadigd aan, maar dat is best nog heel goed te herstellen. Kijk, en dan zien we allerlei attributen. Ja, het is een naaidoos. Het leuke van deze naaidoos is al die attributen die erbij zitten. Er zit bijvoorbeeld een klemmetje bij, wat je op de tafel kunt monteren. En daar zit dan weer een spoeltje bij, waar je draad mee kunt opdraaien. Dan zit hier bijvoorbeeld een klosje. Daar kun je allerlei verschillende garens op opzetten. Er zit echt van allerlei klein frut in. En ja, het is een heel chic doosje. Hoe komt er daar nou aan? Ja, ik heb het ooit van mijn vader gekregen. Ja. Omdat ik zelf ook heel graag naai. En dacht hij, nou, misschien is dat wel wat voor haar. Ja. En hij spaarde eigenlijk wel doosjes. Maar dit dacht ik altijd van, nou, wat moet het nou voorstellen? Omdat er ook een soort vijzel bij zit. Ik denk, nou, dan moet het ook weer wat anders zijn. Ja. Dus het was altijd heel erg van, nou, waar is het nou eigenlijk voor... voor gebruikt. Ja. Waar komt het vandaan, Willem? Ik denk dat het een Chinese doos is die ooit in Indonesië gekocht is. Daar waren veel kolonisten, zeg maar, en die hadden die wilden mooie cadeaus meenemen. Dus de herkomst in dit geval zou ik zeggen 19e eeuw en waarschijnlijk van Chinese makelij. Maar heel mooi en de moeite waard om eens even onder handen te nemen, zodat het ook weer een mooi object is. Hè? En is het ook financieel de moeite waard om het te restaureren? Nou, ik heb niet het idee dat dat misschien een 200, 250 euro zal kosten. En dan zou ik zeggen, zo'n doos is toch zeker 700, 800 euro waard als die er echt picobello uitziet. En dan vind ik, dat is er wel de moeite waard. Zeker. Ja. Dit is een koud gepatineerd Weens bronsje. Het is een voorbeeld van een klein Weens beeldje. Een beeldje gemaakt door de firma Berman of Bergman. Twee firma's die actief waren op die markt. En die hebben rond 1900 honderden, misschien wel duizenden van dit soort kleine bronzen beeldjes gemaakt. Die bedoeld waren om te amuseren. Die even iets geks deden. Hier zie je dus een muis die uit een open slof kruipt. En de poes die die muis achterna zit. En het is gewoon een gek beeldje wat je gewoon leuk vindt om, of prettig vindt om aan te raken. Hè. Dat is ook heel erg bedoeld om het ook eventjes in de hand te nemen. Omdat het mooi glad is en mooi gevormd is. En dan zie je ook dat er dus ook op die plekken een beetje slijtage is. En dat is alleen maar een goed teken, want dan hebben we te maken met een bronsje wat ook uit de tijd komt, die dus inderdaad ook 100, 110, 115 jaar oud is. En u moet denken aan een waarde van een kleine 3 à 400 euro. Eigenlijk wil je bij een taartje nooit gestoord worden, maar mag ik heel kort vragen wat erin zit? Wilt u ook niet? Maar mag ik heel kort vragen wat erin zit? Mogen we ook meteen meekijken? Ja. Ja, maar ik durf het nooit zo goed te pakken, want ik ben op de bank. Ja? Ja? Zo eng is het niet? Oh. Ja. Goed. We willen graag weten van wie het is, omdat we daar niet achter komen. Okay.
Wat weet u er wel van? Niks. Nee. Maar hoe komt u daar? Het komt uit onze familie. Ja. Maar, en ja, ja, dat is het enige wat ze weten. En we vinden het mooi, maar we weten niet van wie het is. En of het nou van een Nederlander is. Of... Dus nou ja, we willen er graag wat meer over weten. Mevrouw en meneer hebben een prachtig bord meegenomen. Wat gemaakt is door de bekende fabriek, de plateelbakkerij Zuid-Holland in Gouda. Die fabriek die is heel erg beroemd geworden. Velen van ons zullen thuis vaas hebben van de plateelbakkerij Zuid-Holland. Met die bont geschilderde bloemen. Ja, een soort karaffen ken ik erop. Ja, er zijn allerlei vormen en je komt geregeld tegen, ook op de taxatiedagen. En er is in die periode, de tweede helft van de 30 jaren, krijgen we de crisis. Ja. Ook een soort economische crisis die, vele gevolgen heeft gehad. En de fabriek moet op dat moment hele rijen schilders, die dus die bloemen geschilderd hebben, ontslaan. En in dezelfde tijd zoeken zij een nieuwe weg van, zijn er ook kunstenaars die wij aan het bedrijf kunnen verbinden. En die iets kunnen, een nieuwe producten kunnen leveren die artistieke waarde hebben. En zo wordt daar Chris van der Hoef en Jaap Gidding, wel bekend van Tuschinski Theater in Amsterdam. En ook de schilder die dit bordje ontworpen heeft, Amp Smit, worden naar Gouda gehaald om nieuwe decors te leveren die dan geproduceerd worden bij deze plateelbakkerij Zuid-Holland. Ik zal de signatuur even laten zien. Plateelbakkerij Zuid-Holland kenmerkt zich door dat laserspoortje. We zien hier Plazuid, afgekort van Plateelbakkerij Zuid-Holland. En we zien hier de naam staan van de schilder Amp Smit. En Amp Smit was dus van huis uit kunstschilder, geboren begin van de... eeuw, mei 1903. En die heeft dus kunstschilderswerk gedaan, maar dat was natuurlijk niet altijd zo dat die mensen maar vol op werk te doen hadden. Dus die leende zich ook geregeld uit om in dit geval dus ontwerpen te leveren voor een dergelijke fabriek. En daar is die beroemd mee geworden. Zijn er veel van dit soort borden? Met deze decor? Schaars. Ja. Schaars komt niet veel voor. Schaars is een goed woord hoor, in deze. Ja, ja. Kleine collectie. Er zijn een paar verzamelaars van in Nederland die naarstig op zoek zijn naar dit soort prachtige producten. Die Amp Smit heeft ook slangen gemaakt. Dus heel erg op de oost gerichte decors. Prachtig. En daarom is het ook bijzonder dat we vandaag dit bord kunnen laten zien. Wat kost zo'n bordje? Dit bordje heeft een waarde van 300 euro. Ik zou er iets voorzichtiger mee doen. Niet meer op de rand van de tafel. Nee. U pakt er één goed in en eentje niet. Ja, en degene die ik niet ingepakt heb is meer waard als degene die ik wel ingepakt heb. Maar u weet het al. Ik weet het al. Ik ben er al geweest. Ja, u bent al geweest? Ja, ik ben al geweest. Ach, nou, dat vind ik toch heel leuk om te vertellen. Ja, toch even, want die komt bij mijn opa van een schuurzolder af. Ja. En wij konden pas zien wat het was toen die per ongeluk... Ach, kijk, ja. ...op een zwarte doek kwam. Ja, wat leuk. Ja. Dus, maar het is door een volksschilder. Ja. Maar ik vind het toch heel leuk. Hij is heel erg oud. Ja. En van mijn opa geweest. Maar is het nou een oud hoor? Het is een hoor. Ja. Ja. Ja, wat leuk. Maar hij lag op de schuurzolder als een rolletje gaas. Ja. Oh, leuk zeg. Dus mijn moeder had zoiets van, nou, dat gooien we weg. Ja. En toen gooide ze het per ongeluk op een zwarte doek. Ja. En toen zag ze dat... Ja. Leuk. Heer, dame. Tassen vol naar buiten. Was het een beetje buit? Ja, het ging wel. Het ging wel. Ja. Ik ben de arm ingekomen en er komt de rijk uit. Kijk, dat is dan zo'n zondag toch waard. Ja, ja, ja. Mag ik bijvoorbeeld even kijken wat hierin zit? Oeh, dat mag je. Dat mag je. Doe je terecht. Nee, even kijken. Dat is een heel oud... Kinder. Ach, kindergedichtjes. Uit 1839. Ja. Dus dat was heel leuk. Ja, en wat was het nou waard? Ja, het is me net de gek die wat gegeven wil. Ja. Ja. Heeft u een leuke dag gehad? Ik vond het ook belangrijk. Ja, jawel. Ik vond het leuk. Goed zo. Dank u wel, hè. Dank u. Dag. En u ook tot de volgende keer. Dit was de Utrechtse Stadkamer. Volgende week bekijkt Willem een gigantisch horloge en vertelt Simon over rechten en kromme zwaarden. Dat en nog veel meer volgende week in de Utrechtse Schatkamer.